nodigt mij uit om naar mezelf te luisteren, naar de stem in mijzelf te luisteren. En wat hoor je dan als je klassieke muziek opzet? Nou, dat wisselt dat natuurlijk, maar het is wel iets dat veel interessanter is. Ja. Dat er veel meer te horen valt, veel meer te beluisteren valt. En ook iets, ik denk ook dat het gewoon beter is voor de ziel. Ik denk dat het... Omdat het meer rust geeft ook. Ja, rust, maar ook introspectie, meer inzicht in jezelf. Het is minder plat, minder dof. Je moet het eigenlijk vergelijken. Popmuziek, dat is een beetje fastfood. Dat is McDonald's eten. Ja. En klassieke muziek is een goede salade en een lekker stuk vlees. Maar wel saai, en mooie gestoomde groenten enzovoort. Het is soms ook heel lekker om McDonald's te eten. Tuurlijk. Je hebt ketchupballetjes even bij de Indonesische snackbar gehaald voordat je hier naartoe kwam. Ja, dus af en toe luister ik ook best naar een liedje. Maar wat dan? Daar ben ik heel benieuwd naar. Wat je dan nog daarnaast nog mooi vindt. Zal ik iets vertellen wat ik leuk vind? Dat ik dus net achter ben gekomen. Doe ik even Johannes Brahms. Mooi. Ah, Opus 119. Ja, bij het juiste eind heb je. Maar waar ben je achter gekomen? Ja, luister nou even. Oh, sorry. Even naar klassieke muziek luisteren. U hoort het stuk 4 klavierstukken. Johannes Brahms. Het is toch van een ongelofelijke schoonheid. Wat hoor jij? Twijfel in eerste plaats. Dit gaat over een vraagstuk. Onzekerheid zoeken. Het zijn twee stemmen. Wat lagere stem, wat hogere stem. Die zoeken elkaar. Het is een soort dans, zou je kunnen zeggen. Het loopt toch een beetje goed af. Maar is dit wat je in de muziek hoort of wat je nu in je hoofd hoort? Nee, ik probeer nu echt puur de noten te beschrijven. Ja. Dus dit zijn meerdere... En laat de noten ze voor wat ze zijn. Want je zegt, dit geeft tijd om na te denken. Om een kijkje bij jezelf binnen te nemen. Wat hoor of zie je dan? Ik weet, het is moeilijk op de radio, hoor. Je bent niet in je natuurlijke habitat. Maar gewoon probeer eens naar binnen te gaan. Alles mag je zeggen. Ook dat je het heel kut vindt in de 3FM-studio, bijvoorbeeld. Of heel leuk. Ik voel me... kwetsbaar en klein. Ik voel me... alleen, ik voel me zoeken naar de juiste weg. Idealistisch ook. Met heel duidelijke ideeën over wat anders zou moeten en kunnen. Maar tegelijkertijd, ja. In de hoop dat anderen dat ook begrijpen en... Beetje somber. Dat soort gevoelens. Komt het somber op mij over? Oh ja? Ja. Huh. Ik weet niet of ik dat herken. Ik weet niet of ik dat somber zou noemen. Het is meer... je zegt ook alleen. Een beetje jij tegen de wereld gevoel. Krijg ik erbij, wat je zegt. Ja, maar het is toch ook dat deze muziek er is. Dit is zo'n vriend, deze componist. Zo'n... een reisgenoot in het leven. En zo zijn er heel veel. Dus echte vriendschap, denk ik, is altijd een combinatie van je herkennen in een ander en tegelijkertijd weten dat wat je in elkaar herkent bijzonder is. Dat niet iedereen dat heeft. Anders dan zou je vriend kunnen zijn met iedereen. Heb je een beste vriend? Nou, Brahms is wel een van mijn beste vrienden. En ik, hè, van vanavond.